like a diamond. Shine bright like a diamond. Nou, dat is toch best wel mooi. Dit, deze kleutertekening. Waarom zijn kinderen nou weer de dupe van de oorlog? Iedere dag moeten ze kleren maken. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Vaak hebben ze honger, want eten is er maar heel weinig. Want iedereen heeft recht op privacy. Kinderen hebben allemaal filmpjes gemaakt en de filmpjes hebben als het goed is een aspect waarin kinderrechten voorkomen. Dat kan van alles zijn. Dat kan zijn het recht op onderwijs, schoon drinkwater, maar ook recht op privacy. Dat kan van alles zijn. Wel bizar, hè? Sommige kinderen zijn nog maar 2 jaar. De bedoeling is dat we dan dat daaruit ook wel blijkt wat nou de kinderrechten zijn en dat ze het natuurlijk ook wel een beetje snappen. En dat is zeker gelukt. De kinderen weten heel goed waarom kinderrechten belangrijk zijn. Kom jongen, de gevangenis in, nu meteen. Een kind heeft ook liefde nodig. Van zijn vader en moeder. Steun nodig. Ja, steun ons eten. Voor een goede toekomst. Drinken. Als er geen kinderrechten waren, dan zouden de kinderen ook gewoon niet mogen. Ja, dingen naar mogen. School, ja, naar school. Veel dingen. Nou, omdat het gewoon niet goed is dat in sommige landen toch de kinderen zelf moeten werken of gediscrimineerd worden. We hebben je aangevoerd. Op de kermis. Waar zou dat ons naartoe brengen? Weet ik niet. Maar liefst 18 Rotterdamse basisschoolklassen deden mee aan het filmfestival. De filmpjes werden beoordeeld door een strenge jury. Ik ga op letten of ze de boodschap die ze willen overbrengen, dus over kinderrechten, of ze die verpakken in een goed verhaaltje. Dus of ze op een overtuigende manier, op een niet te drammerige manier, die boodschap overbrengen. So shine. Voor de deur staan 2 doktoren uit Nederland. Ze hebben het weeshuis op tv gezien en willen hun hulp aanbieden. Ze hebben een doos met protheses meegenomen. En het filmpje Minder sproeten van de Pnielschool is de winnaar in Rotterdam. Dames en heren, staan. De mensen van de regering zijn er. Fijn dat jullie er allemaal zijn. We gaan vandaag een belangrijke wet tekenen. We gaan vandaag om de anti-sproetenwet in te voeren. Zij mogen door naar de finale in Amsterdam. Ja!